zal niemand ontgaan zijn, maar we leven in gevaarlijke tijden, in tijden van terrorisme. En daarop hebben wij iets gevonden. Precies, Tim en ik doen ons voor als stadswachten. En we gaan mensen bevelen hun tasinhoud te legen in dit transparante tasje, zodat iedereen op straat kan zien wat men bij zich draagt. En dat maakt het een stuk veiliger. Zij doen zich voor als een soort reportageteam die meteen een reportage maken over de gebeurtenissen hier in het winkelcentrum. Dus, hey. Tijd om de straten veilig te maken. De hele inhoud? Ja. Dus het uithalen? De uithalen hierin. Zo. Hartstikke bedankt voor fijne dag. Fijne dag. Oh my god. Ja. Extreme maatregelen tegenwoordig hoor. Nou, dit is wel goed zo, denk ik hoor. Om een beetje aan te geven dat er. En trouwens, het doet alles te beginnen, dat is wel beter. Ja. De inhoud van die tas in die plastic tas. Ja, dan krijg je die plastic tas. Ik krijg deze terug. En dan, zodat men openbloot. Al lopen met al dat zo in die plastic tas. Nee. Nou, dacht ik niet. Maar ik kan u wel aanraden om dit in een plastic tasje te doen, voor de veiligheid. Want zo kunnen mensen gewoon doorheen kijken wat erin zit. Er zit geen bom in hè. Ja. Wat vind je van die nieuwe veiligheidsmaatregelen? Vind je het goed? Tuurlijk. Dus iedereen mag aan de plastic tasjes? Ja, is wel milieuvriendelijk ook. Goed bezig. Dat is goed. Transparante tas, kan iedereen zien wat je hebt. Goed, hè? Ja, goed bezig. Hou zo. Moet je mijn portemonnee daarin zetten? Ja. Ik heb alleen mijn portemonnee. Oh. Dus pak ik mijn toch niet mee. Ik hoop niet dat u gek bent. Hè. Nee, ben ik ook niet. Zou je het fijn vinden om bij andere mensen te kunnen zien wat ze bij zich dragen? Nee, en werd mij gevraagd om mijn portemonnee in dat doorzichtig tasje. Ja, en dan staat er hier een grote bord, pas op voor zakkenroller. Dus ik geef hier, zakkenroller, hier is mijn tas. Dat is hier. Goed zo. Nou, wat snoepjes. Nou, als u er ook bij wil doen, dan kan iedereen zien dat u lekkere mentels bij heeft. Maar wat vindt u ervan? Een beetje eng. Maar vindt u het een veilig idee dat u bij anderen zou kunnen zien wat zij in hun tas hebben? Ja, dat wel. Kijk, wat staafjes, heel goed. Hartstikke goed. Kijk eens, kazantjes. Zo. Nog even een plastic zak. Kijk, nou, alles zo moet wel lukken hoor. Dat moet. Dat is verplicht. Ja. Ja? Ja, ik zal u niet dwingen. Oké. Okay. Wat vindt u ervan? Belachelijk. Ja? Ja. Want? Ik ga niet mijn hele privéleven in een plastic tasje doen. Ja. Dat was hem? Ja. Oké. Okay. Wat vragen? Wat vindt u van deze veiligheidsmaatregelen? Moi. Niet zo handig. Zodat die mensen ook beter. Ze ook zien als ze willen jatten. Ja, maar in principe. Maar ze kunnen vooral zien, ze kunnen vooral zien dat er niks in zit wat gevaarlijk is. Ja. En dat is uiteindelijk de ja. Dat is de reden hier. En dan gaat graag. Het is een nieuw initiatief. Ik hou hem voor je open. Je zou kunnen zien. Snap, perfect. Oké, hartstikke bedankt voor de moeite. Alsjeblieft. Ja. Tot ziens, hè. Fijne middag nog. Dag. Hoi. Hoi. Dames, wat vindt u van deze veiligheidsmaatregelen? Ik vind het wel heel goed. Ja, goed. Ja? Ja. Dus jullie hebben ook wel eens zoiets van, hé, wat een enge tas heeft die man bij zich of zo? Nou, het kan toch gebeuren met wat er allemaal nu aan de hand is. Dus ik heb zoiets, ik vind het geen slecht idee. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. Maar gelukkig waren er een hoop mensen die onze veiligheid in een plastic tasje konden waarderen. Ik laat deze hier. Mensen kennen het verhaal. En in vervolg mogen we nooit meer in Noord komen. Boeien. Het is hier toch lelijk.